Yo Nintendo fans! Vandaag gaan we weer een gym badge pakken. We gaan naar de Water Gym. Oh, we moeten die kant op. Over deze berg heen. Ah, weet je wat? Ik loop er wel gewoon naartoe. Whee! Genieten jullie nog een beetje van deze serie, jongens? Laat het even weten in de comments. En als dat zo is, doe een duimpje omhoog. Gun even die duimpjes. En gun een suppie. Het is mijn grote droom om ooit een keer 100.000 abonnees te halen. Waarschijnlijk over 5 jaar of zo. Laten we ervoor zorgen dat dat eerder is. Oh, kan ik hier niet langs, joh? Ben ik nou helemaal deze kant op gelopen? En dan kan ik er niet door. Ja, lekker dan. Nou, dan gaan we weer terug. What up, boze Calimero kuiken. Zit mij niet achterna te rennen. Ga weg. Weg. Ik heb jou al lang gevangen. Nadat ik werd achtervolgd door deze gekke Calimero, vocht ik met een paar Altaria om mijn Wattrel een paar leveltjes omhoog te laten gaan. En toen gebeurde dit. Yay, Wattrel gaat evolueren. Mijn blije elektrische vogeltje. Ik hou van deze typing, man. Electric Flying vind ik cool. En dit wordt die. Oeh. Oeh. Oh, dit voelt echt als zo'n mail uit Finding Nemo. Maar dan in een andere kleur. Vetboze mail. Kilowattrel. Love it. Jij moet die volgende gym badge gaan halen voor mij. Hij kan al tot 430 mijl in 1 dag vliegen. Super cool. En hij wil gelijk Electro Ball leren. Dat is een move die steeds sterker wordt aan de hand van hoeveel sneller hij is dan zijn tegenstander. Er is ook een special attack, dus dat is nice. Ja, welke gaan we dan weghalen? Ik denk Quick Attack, want we zijn toch al heel snel. Quick Attack gaat weg. Lekker teampie, hoor. Vet gevarieerd team qua typings. Ik hou ervan. Ik denk dat dit team best wel in balans is. Maar goed, het is nu tijd voor de gym. Waar is de gym? Is die daarboven ergens? Is die hier beneden? Daarboven. Ja, daar is die. Is er een lift of zo? Oh ja, nice. Kijk, hier is ook een lift. Let's go. We gaan naar boven. Oké. Ik denk dat ik er klaar voor ben. Is natuurlijk altijd een beetje de vraag. Want je weet niet hoe sterk de Pokémon zijn die in deze gym wonen. Of nou ja, wonen. Hoe sterk de Pokémon van de gymleader zijn. Iemand die roept, Vaulting van Luza. Ik ben te laat. Ik ben te laat. Waarvoor ben je te laat, meneer? Volgens mij is dat de gymleader trouwens. Iemand zegt, Kofu, wacht. Oh, hij is weer weg. Hoe moet ik dit nou naar hem terugbrengen? Wat is dit? Wat heb je? Zij vraagt, je bent hier als gym challenger, toch? En ja, dat klopt. Die grote man die daar net wegrent, dat is inderdaad Kofu, de gymleader van Cascarrafa. Hij heeft altijd een beetje een kinderlijke kant en hij is zijn portemonnee verloren. Of vergeten. Wil je alsjeblieft de portemonnee terugbrengen naar Kofu? Ja, is goed, joh. Ga ik doen. Geen enkel probleem. Geef maar hier. Oh, we kunnen nu ook wegrennen met de portemonnee. Nee, ik denk niet dat we dan ooit nog Pokémon kampioen gaan worden. We moeten naar Porto Marinada. Oké, is goed. Porto Marinada. Waar is dat? Dit is Cascarrafa. Oh, hier. Porto Marinada. Oh, dat is helemaal ergens anders, joh. Helemaal die kant op. Nou, dan spring ik gewoon weer lekker hier naar beneden. Kan gewoon. En hetzelfde doe ik hier. Ik spring hier ook weer gewoon naar beneden. Oh, we kunnen nu trouwens ook in het water, hè. Omdat we dus een nieuwe Titan hebben verslagen, kunnen we gewoon hier zo lekker door het watertje heen. Hotse flotsie. We moeten door de woestijn. Oké. Dan gaat Quaxly wel op de eerste plek. Wat lopen hier allemaal voor Pokémontjes? We hebben Rufflet, Fanfys, Silicobras, Stonejourner. Oh, dit gaat XP opleveren, jongens. Level 22. Pak hem! Hij is nog ineens in één keer kapot, hè? Kom maar op met die XP'tjes, Stonejourner. 582. Hoppakee. 2 Pokémon leveltje omhoog. Heerlijk. Oeh, Donphan. Cool. Maar ik moet me focussen op de missie. Yo, wat is dit voor een gekkerd? Gekke struisvogel, jongen. Yo, deze ziet er niet uit. Deze is weird, man. Espatra. Level 38. Ik ben weg. Nee, ik kan niet weg. No. Laat me weg. Oh, nee. Ik wou wegrennen. Laat me nou wegrennen. Oh my god, mijn Quaxly is kapot. Quax wel. Je bent natuurlijk al geëvalueerd. Jongen, laat me gewoon weg. Je bent een super lelijke Pokémon. Jongen. Niet oké. Ik wou alleen even kijken. Nee, ik wou niet kijken. Ik wou je verslaan. Nee, ik wou je eigenlijk vangen. Misschien dat ik gewoon een Pokéball moet gooien. Oh, mijn telefoon gaat. Hé, dit is Arven. Die zegt de Quacking Earth Titan leeft hier. Ja, dude, I know. Nou ja, dat wist ik eigenlijk niet. Maar dat ben ik helemaal niet aan het doen. Ik ben bang dat die veel te sterk zijn voor mij allemaal. Oh, Larvesta. Nee, focus op de missie. Nee, dit is weer zo'n kleine Calimero Pokémon. Caps keer. Wat doe je nou? Laat me er gewoon langs. Zit je me nou kopstoot te geven, joh? Ik wil gewoon de Water Gym doen. Oké, we gaan wel level omhoog. Nice. En we willen een nieuwe aanval leren. Baton Pass. Nee, wil ik niet. Hebben we niks aan. Fidough gaat evolueren! Ja! Super cute, denk ik. Hoop ik, maar Fidough was super leuk. Nou ja, hij wordt een... Oh, nog een leuker hondje. Dachsbun? Kijk nou. Ja, jij mag voorlopig in mijn team blijven. Ik vind jou heel cool. Hoppakee, nog een Pokémon geëvalueerd in deze video. Wat is dit voor gekke meskever? Deze Pokémon ken ik ook nog niet. Deze is vet leuk. Dikke mescave verloopt hij met zijn balletje. Zou dit een bug-type zijn? Ja, dit is wel een bug-type. Tenminste, dat denk ik, want mijn flying-type move is super effectief. Oeh, ik vind deze eigenlijk ook wel leuk. Deze is best wel cool, jongens. Rellor heet hij. 1, 2, 3... En we hebben hem. Hij is niet zo sterk nog, denk ik. En dit is inderdaad een Burg-type. Welk level was die eigenlijk? Ik heb helemaal niet opgelet. Nou, ik ga hem denk ik nog niet in mijn team doen. Ik vind hem wel leuk. Laat het ook even weten in de comments of jullie Rellor leuk vinden. Of die in mijn team moet, ja of nee. Want volgens mij is hij wel goed. Nou, ik weet eigenlijk niet of hij goed is. Maar ik vind het wel een leuke. Daar is denk ik de stad waar we naartoe moeten. Om de portemonnee terug te geven. Meneer, ik heb een portemonnee voor u. Helemaal hier naartoe gekomen naar Porto Marinada. Hallo? Ik heb je portemonnee, vriend. Kofu zegt, waar in de wereld? Je bent al op zoek naar je portemonnee, hè? Ja, je bent hem kwijt, hè? Ja, zie je wel. Waar is mijn portemonnee? Zonder mijn portemonnee zal ik het hete item, dat item wat ik wil, zal ik niet kunnen fixen, want ik heb geen geld bij me. Deze meneer zegt, maak je geen zorgen. Ik ga hem zoeken. Ja, ik heb hem al. Ik heb zijn portemonnee. Dat gastje, die zegt ook, wat moet je? Wat moet je? Die oude man, die Kofu, die is heel bezig met het kopen van een ingrediënt. Ik ben zijn beste leerling en als jij denkt dat je in hem kan storen, dan moet ik jou stoppen. Oh, oké. Ik heb iets heel belangrijks, vriend. Ik heb zijn portemonnee. Wil je nou met mij vechten? Ik probeer alleen maar te helpen. Ik probeer alleen maar te helpen, Hugo. Met je flootsel. Ik heb Quaxly. Ik ga je schoppen. Ik ga een low sweep doen op je bakkes. Oh, jij gaat me bijten? Doe eens niet, jongen. Oké, dit deed niet zoveel pijn bij hem. Misschien moet ik overgaan naar Airslash. Stop eens met bijten. Ik heb ook nog een elektriciteitsvogel, hè, als je zo moeilijk blijft doen. Hou op met bijten, vriend. Hij gaat mij kapot maken. Ja, maar... Oh, wacht. Maar ik kan eerder. Ik ga aquajet doen. Hopelijk sloop ik hem ermee. Ja, lekker. Doei. Ik heb je portemonnee voor je baas. Voor je mattie. Doe nou niet zo stom. Oh, hij heeft nog een cluncher. Oeh, dan gaan we Kilowattrel of Kilowattrel testen. Perfecte nickname zou Kylo Ren zijn. Let's go. Zo, maar die is kapot groot volgens mij. Ik wist niet dat hij zo groot was. Kijk dan. Hoe groot is dit beest? Dat is toch niet normaal? Dat is eigenlijk een kapot grote vogel. Die maakt die klantje helemaal kapot. Lekker, man. Zo, mag ik nou portemonnee teruggeven aan je mattie? Hé, kijk, daar is Kofu. En die zegt, wat gebeurt hier allemaal? En zijn mattie die zegt, ja, dit kind, dat wil je iets vertellen. Ja, ik heb je portemonnee, jongen. Hier, pak aan. Alsjeblieft. Ja, dankjewel, dankjewel. Nou, heel graag gedaan, hoor. Hij zegt, er gebeurt hier iets in Porto Marinada. Er is een veiling, namelijk. Oh, en de veiling begint. Het is de legendarische zeewier uit de Hoenregio. Oh, kijk, ja, dat wil hij hebben. Hij wil dat hebben. Ja, dat snap ik al. Het ziet er behoorlijk sparkly uit. Kofu zegt, als je mij wil uitdagen bij mijn gym, dan moet je op dat zeewier gaan bieden. Oké, is goed. Dus ik moet ervoor zorgen dat jij dat zeewier kan hebben. Oké, maar mag ik geld? Ja, kijk, ik krijg 50.000 monies van hem. Oké. Hele aparte gym challenge. Maar is goed, ik ga zorgen dat we dit krijgen. 50.000 monies heb ik gekregen van de man. Moet even kijken of we winst kunnen maken. Oké, 10.000. Nou, ik ga nog niet bieden. Waarschijnlijk gaan zij wel bieden. Oh, eentje zegt gelijk 15, 25. Jeetje. Ik doe wel gewoon 35 gelijk. Zie je? Ja, nee? Ah, lekker. Zij willen niet. Ik heb gewonnen. Hoppakee. En ik heb nog 15.000 euro over, Kofu. Ik heb het gewoon voor goedkoop gekregen, man. Alsjeblieft. Hier is je zeewier. Oh, ik mag het geld ook houden. Ik heb 15.000 euro winst gemaakt voor mezelf. Oh, super chill. Hij gaat nu terug naar zijn gym en daar kunnen we hem gaan challengen. Yo, dat gaan we gelijk doen. We hebben de gymtest gehaald. Lekker. Let's go. We gaan terug naar Cascarrafa. Daar zijn we weer. Ik ben helemaal ready. Hallo, hallo. Yo, er zijn hier allemaal mensen binnen opeens. Dit is Hassel. Die zegt, wauw, nou, Rickachu. Het gaat goed, hè, met je gyms. Ja, gaat best lekker eigenlijk. Wie is dit? Wie is die Kai die er hierachter staat? Hij zegt in ieder geval, hé, jongen, jij bent best goed in battle, hè? Ja, ik zal bescheiden blijven. Ik zeg, nou, nog niet zo goed, hoor. Ik moet nog een beetje leren. Hij zegt, nou, niet zo bescheiden. Ik kan het al gewoon zien, hoor. Oh, dit is een vrouw. Waarom ben ik altijd zo in de war wie een man en een vrouw is in deze game? Anyway, dit is Rika. Hallo, Rika. Rika vindt zichzelf knap. Nou, dat zei ze zelf, hoor. Oh, Rika hoort ook bij de Elite Four. Oké, langzaamaan komen dus alle members van de Elite Four tegen. Nice. Nou, tijd om onze volgende badge binnen te halen. Doei, mazzel. Ik blijf jullie kijken. Eten. Hapje eten ook. Nee, oké. We hebben geheim ingrediënt gehaald. We hebben super lekker eten vanavond. Nou, doei. Nou, dan wil ik gewoon tegen Kofu vechten. Let's go. Daar heb ik een super coole Pokémon voor meegenomen. Ja, mooi veld hier, hoor. Hier beneden. Mooi stadje dit. Echt cool. Watervallen overal aan de zijkanten. Heel vet. Daar komt hij, hoor. Daar komt hij. Meneer Kofu. De kinderen vragen of Kofu met ze wil spelen. En hij zegt, nou, in mijn restaurant heb ik een een nieuw gerechtje. Willen jullie dat misschien proberen? Maar ik moet eerst even wat fixen. Want ik ben natuurlijk ook gymleader. Dus ik moet eerst een battle gaan doen tegen Rickachu. Kom maar op, Kofu. We gaan dit doen. Hallo, meneer. Hij wachtte al op mij. Ah, kijk hem dansen, jongen. We gaan lekker battelen. Let's go, Kofu. Natuurlijk heeft hij de watertype Pokémon. Dus ik hoop dat mijn Kilowattrel die een beetje lekker kan counteren. Veluza, daar begint hij mee. Oh, daar is hij fan van. Want hij zegt de hele tijd Holy Veluza of zo. Wat is dit voor een gekke Pokémon, jongen? Dat is een beetje een kruising tussen een Sharpedo en een Barrascuda of zo. Ik denk wel dat hij snel is. Dus ik ga denk ik nu voor Spark. Ja, of misschien dat ik toch voor Electro Ball moet gaan. In de volgende beurt ga ik voor Electro Ball. Oh, en we paralyzen hem gelijk. Dat is een goed begin. En hij is gelijk helemaal paralyzed. Dat is een nog beter begin. Hij is level 29 trouwens. Dat is best wel sick. Oké, Electro Ball. Let's go. Ja, lekker aanvalletje hoor. Ik denk dat ik straks gewoon lekker gelijk ga terrestrializen. Hoppakee, 2 Pokémon een level omhoog. Scovillin wil Bullet Seed leren. Dat wil ik wel, dat is best een goede aanval. Doe maar in plaats van Spice die Extract, daar hebben we niet zoveel aan. Die Pokémon zouden we ook nog in kunnen zetten. Maar lijkt me niet zo handig, want die is nog best wel laag level. We moeten nu tegen Wicktrio. De evolutie van Wiglet. We gaan terrestrializen, jongens. En we gaan voor Electro Ball. Want mijn physical attack is ook veel hoger volgens mij dan mijn special attack. Dus let's go. Het is wel een flying type terrestrializing. Dus jammer dat hij niet een electric type terrestrialize. Maar oké. We krijgen wel een flinke kopstoot trouwens. Oké. Niet leuk. We zijn ook dus ook niet sneller. Oef. Ik denk dat hij mij kapot gaat maken. Ik denk dat deze... Ja... Freaking Wicktrio. Wat doe je? Je sloopt mijn vogel. Hij heeft ook best wel weinig HP eigenlijk. Ik kan klotzaaier gebruiken. Als ik namelijk wateraanvallen krijg op klotzaaier, dan krijgt hij er HP bij. Dus water is natuurlijk super effectief op klotzaaier. Maar het raakt hem niet. Het geeft hem zelfs HP. Dus ik kan gewoon hier rustig aan poison jabben. Kijk, zie je? Wicktrio, of hoe die ook heet, doet nu een wateraanval, maar die raakt mij gewoon niet. Super chill. Lekker hoor. Zo doen we dat dan. We moeten nu tegen Crabominable. Dat is natuurlijk een ijstype. Oeh, ijs. Ik denk dat ik eventjes voor Tauros ga. Heeft hij gewoon 4 Pokémon? Of heeft hij er 3? Ik heb niet goed opgelet eigenlijk. Is dit zijn laatste Pokémon? Ik denk het wel. Maar dan terrestrialize hij hem natuurlijk in water. Daar is die hoor. Ja, dit is zijn laatste Pokémon. Ik ga voor Double Kick. En hij gaat terrestrializen. Heeft hij toch mijn vogel gesloopt, jongens? Ben ik het niet mee eens. Ik was zo trots op mijn vogel. Daar gaat hij. Kijk hoe blij die is. Wat een blije man. Crabominable. Ja, wordt een water type met terrestrializen. Is die dan nu alleen een water type? Ja, oké. Dit gaat niet zo hard. Oké. Kofu is best wel prima. Kofu gaat voor Krabhamer. Auw. Ik ben sneller, hè? Ik ga voor Headbutt. Gaan we kijken of we hem kunnen flinchen. Nee, helaas. Het Tauros gaat kapot. Het Tauros gaat dit ook niet overleven. Please. Flinch hem 8 keer achter elkaar. No, Tauros. Ja, maar hij is veel te hoog level. Oké, gaan we dit doen dan? Gaan we water tegen water? Ik weet niet of Quaxly gaat verslaan, hoor. Want die Crabominable is gewoon level 30, hè? Ik ga voor Airslash. Hoe sterk is Airslash op hem? Het is gewoon ook niet zo sterk. Die Crabominable is supergoed. Maar hij mist mij met zijn slam attack. Daar ben ik even heel erg blij mee, jongens. Come on! Als hij nou een full heal doet of zo, dan word ik echt niet blij. Come on, Quaxwell! Come on, stukje bij beetje. Kijk hem slammen. Ik denk dat ik hem nog 2 keer moet raken. Oh ja, zie je, hij heeft nog 1 HP over. Hij gaat weer slammen. Nee, Quax was kapot door een critical hit. No! Die freaking Crabominable sloopt mijn halve team. Oké, Dachsbun. Je bent net geëvalueerd. Jij mag het laatste tikje geven. Doei! Zo, maar deze gymleader heeft mij het leven wel even zuur gemaakt. Met zijn level 30 Crabominable, potverdorie. Die was niet verkeerd. Maar we hebben het gelukkig wel gered, omdat we gewoon 6 Pokémon hebben. Hij kan er gelukkig om lachen. En hij zegt, nou, een verlies is net zo verfrissend als de lucht op een vroege markt. Ik zag eruit als een hulpeloze Magikarp, hè? Ik vind hem leuk. Wat een leuke gymleader. We gaan even een mooi fotootje samen maken, hoor. Wat goud. Kijk hem dansen, vliegen daarachter. Alsof ik hem zo in mijn handpalm heb. Heel nice. We hebben, we hebben nu al 4 badges, man. We gaan echt super hard. Nou, hij gaat weer terug naar zijn gym. Helemaal goed. Oh, wie komt daar nou weer binnen? Ah, natuurlijk. Wie anders? Natuurlijk is het Nemona. Je bent al op de helft van je gym challenge. Ik wil je weer battelen. Nu. Gewoon nu. Maar we moeten wachten. Want ik heb een team die deze gymleader ook moet gaan verslaan. Oh, slim. Gewoon alleen maar electric type Pokémon meenemen. Nou, doe je Nemona. In de volgende video gaan we misschien wel nog een gym doen. Of naar een Titan Pokémon. Dat weet ik nog niet. Laat het weten in de reacties wat jij wil. En knal de duimpjes omhoog en abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!